De natuur manifesteert zich in een voortdurende beweging van verwoesting en regeneratie. Om te overleven zoekt de mens naar houvast. Hij wil de wereld begrijpen, beïnvloeden. Hij zoekt daarom naar vaste patronen en structuren, om grip te krijgen op leven en dood. Mensen maken beelden. Beelden die de structuur van de kosmos weergeven en de onzichtbare wereld zichtbaar maken.